nog circa 100 meter. De start is gevallen, de paarden zijn onderweg en we krijgen hier een strijd om de leiding. Iets waar Deposito niet aan meedoet, die wordt naar achteren genomen. Vooraan strijd, Ella Genie goed weg aan de binnenzijde, ook Cartier Greenwood. En aan de buitenzijde Daisy Single, daar was ik al bang voor, die krijgt geen makkelijke koers. Daarachter dan aan de binnenzijde Betty Boop, met verderweg in het veld Branco DF. En daarachter Exquise Meersval en Deposito, paarden die in de beginfase even moeten passen. Maar die mogelijk zo dadelijk gaan komen, hoewel Deposito daar wel wat moeite had met de bocht. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. En dat doen we met Ella Genie, die een hoog tempo dicteert. Heeft een anderhalve lengte voorsprong. Op de tweede plaats volgt dan aan de binnenzijde Exquise Meersval. Achter Exquise Meersval het volgende tweetal. Dat zijn Betty Boop en aan de buitenzijde Daisy Single. Achter Daisy Single, die nu wat ernst van de zaak gaat maken, komt in het tweede spoor dan ook mee naar voren Exquise Meersval. Daarachter Branco DF en op het rechte stuk loopt Deposito makkelijk naar het veldje toe. En de deelnemers gaan dan af op de volgende bocht. En daar krijgen we misschien wel een nieuwe kop. Loper. Want Hiltje Chalsma die vraagt eens even bij Fred Handelaar of er mogelijkheden zijn. Het antwoord is ja. En dus hebben we een nieuwe koploper en dat is Daisy Single. Tweede plaats is dan aan de binnenzijde. Daarachter Ella Genie. Aan de buitenzijde Exquise Meersval. Daarachter Cartier Greenwood. Mart Blankendaal kan een beetje kiezen wat hij doet. Maar zit daar voorlopig wel prima op vierde stek. Wim Brouwer echter komt dan aan de buitenzijde met zijn Branco DFL iets naar voren. En die gaat dan Deposito wellicht een stukje op weg brengen. En daarachter is het dan aan de binnenzijde nog altijd Maarten de Nooi met zijn Betty Boop. Paarden gaan af op de rechter. Tempo gaat weer omhoog, want vooraan komt er een aanval op de koppositie. En het is aan de binnenzijde nog altijd aan de leiding Daisy Single. Exquise Meersval daarnaast. Ella Genie volgt. Cartier Greenwood krijgt hem op maat. En een gat valt er naar Branco DF met aan de buitenzijde Deposito en aan de binnenkant Betty Boop. Deelnemers gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. En het is aankop van het veld. Nog altijd die Daisy Single. Daisy Single met een halve lengte. Op Exquise Meersval en Ella Genie die een mooie koers gaat krijgen. Achter Ella Genie, Cartier Greenwood. Dan Branco DF en aan de buitenzijde begint hij nu lekker op stoom te komen. Deposito. De vraag is even of het nog niet te laat is. Inmiddels gaat Deposito aansluiten bij het kwartet vooraan. Paardenkoers af op de laatste bocht. Met nog altijd dezelfde koploper aan de binnenzijde Daisy Single. Daisy Single, Exquise Meersval, Ella Genie. En achter deze paarden Cartier Greenwood. Mart Blankendaal rijdt een fantastische koers en geeft hem een enorme koers op maat. En achter deze paarden is er nog aansluiting voor Deposito. Laatste bocht is eruit. En vooraan Daisy Single, die wil wel weglopen, maar dat gaat niet echt van harte. Dus forceert de handelaar het gewoon en komt hij van de reling af. En gaan we nu een tweestrijd beleven tussen de kampioen bij de amatrices en die bij de amateurs. Het is Daisy Single aan de binnenzijde, aan de buitenzijde onder druk van Ella Genie. Ella Genie, een paard dat wel eens een keer een overwinning verdient. Maar Daisy Single is een taaie noot om te kraken. Nu is hij er voorbij. Maar nu vecht ook Daisy Single weer terug. Ella Genie op weg naar de finish met een neusje. En dat neusje wordt een halve lengte. Ella Genie is de winnaar voor Daisy Single en Deposito. Maar het is een prachtige rit van Fred Handelaar met Ella Genie. Hier winnen hier de Boco Stables Holland BV-prijs. En Fred deed dat op. Betekent dat u gewoon makkelijk een applaus mag laten horen. Ella Genie, nooit vergeten hier op de baan in Groningen. Steeds goede resultaten, dat zei trainer Bas Krebels al van tevoren. Mooi succes voor de familie Wiegersma, want ze hebben de part zelf gefokt. De vierjarige bruine Maryland Virtual Blowout Rosalind Pride. Winnen hier de Boco Stables Holland BV-prijs. Dus met de Nederlands kampioen Fred Handelaar.